De prijzen aan de pomp blijven stijgen. Toch zijn er nog goedkope tankstations in onze provincie te vinden. Nou, ik zit in de buurt en hou het wel in de gaten, zeg maar, waar de prijzen goed zijn. En nou, ik weet altijd wel dat het hier altijd wel oké is. Ja, ik let wel op, ja. Ja. Het is wel nodig. Over 6 weken mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraad. En daarom is Omroep Gelderland vandaag begonnen met de verkiezingstour. En vandaag wordt er wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker op patiënten en hun omgeving. Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. Ieder heeft daar zijn eigen verhaal in. En dit is ons verhaal. Goedenavond. Tanken voor 2 euro per liter. Het is op veel plekken het nieuwe normaal. En langs de snelweg mag je daar vaak nog zo'n 15 cent bij optellen. Bij een onbemand tankstation is tanken vaak nog het goedkoopst. Maar er zijn uitzonderingen. Het werd weer tijd. Hier kun je nog voor de beste prijs tanken hier in de buurt. Dus moeten we even een klein ommetje maken. Is de moeite waard. Want de prijzen zijn wel hoog, hè? Ongelooflijk, ja. Ze zijn echt aangestegen. Je leest overal dat de olieprijzen wel een beetje zakken, maar aan de pomp merken we het nog niet. Dus dat is wel jammer. Het tankstation van Gerrit Heijne in de Heurne staat op de 3e plek van goedkoopste stations. Zo blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland op de ANWB Brandstofzoeker. Hoe weet Gerrit Heijne rond de 1,90 euro voor een liter benzine te vragen, terwijl elders de benzineprijs beduidend hoger ligt? Ja, we doen eigenlijk alles zelf. We proberen de beste prijs uit de markt te halen. We werken met eigen tankauto's, eigen mensen. En dan kun je in de kosten kun je wat doen. En als we s'avonds moe zijn, dan zijn we happy. Dus dan is het goed. Van achter grote computerschermen houdt Heijne de prijzen op de internationale brandstofmarkt in de gaten. De oorlogsdreiging in de Oekraïne en kleine voorraden in Amerika ziet hij als de voornaamste reden voor de torenhoge Nederlandse prijzen. Echte handelaren die kijken allemaal naar die schermen en die zien die nieuwsberichten. En dat drukt het allemaal een beetje omhoog. Als ik naar uw prijzen kijk, is die prijs dan te hoog in Nederland? Ik kan niet in de kosten op boven een ander bedrijf kijken, maar benzineprijzen zijn hoog. Mocht je daar wat aan willen doen, ik denk dat we dan toch eerder bij meneer Rutte moeten kijken. In consorten dan ergens anders. Daar blijft het meest aan de strijkstok hangen en niet bij die pomphouders. Denkt u dat de prijs nog lang aanhoudt? Zoals het er nu op uitziet, denk ik dat we dit nog wel een poosje blijven zien. Daar zijn we nog niet vanaf. Ja, en of het nu loont om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan, in plaats van met de auto, leest u in onze app en online op gld.nl. Ja, nog even en dan mag u weer naar de stembus. In maart krijgen ruim 50 Gelderse gemeenten een nieuwe gemeenteraad. En om in al die gemeenten te laten horen wat er speelt, start Omroep Gelderland vanaf vandaag met een verkiezingstour. Scherpenzeel bijt het spits af in de Gelderland stemt verkiezingsbus. In de bus is elke dag een live debat te zien over de belangrijkste onderwerpen van de plaats die dag in de belangstelling staat. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over de fusie. Hè. Dat is waar het de afgelopen 1,5 jaar hier in Scherpenzeel over is gegaan. Nou, verder gaan we het hebben over energie. Kan Scherpenzeel als kleine gemeente wel verschil maken als het gaat om duurzaamheid? En we gaan het Zwarte Land bespreken. Dat is een weiland nu nog, maar dat wordt mogelijk een industrieterrein. Nou, tegenstanders zien dat niet zitten, omdat het groen dan verloren gaat. Dit is nu nog een groen weiland, maar het kan net zo goed een bedrijventerrein worden. Over dit gebied, Zwarte Land 2, lopen de gemoederen inmiddels hoog op. We blijven hierover in gesprek met GBS, VVD en PRO en CDA en SGP kunnen weer inbreken. Liefst 25 lokale omroepen helpen mee bij de productie van de verkiezingstour. De debatten moeten bewoners van elke gemeente helpen hun keuze te maken. Voor mij is het ook nieuw om dit te doen als lijsttrekker. Ik heb nog niet zoveel ervaring in de politiek. Dit wordt ook mijn eerste debat. Ik denk dat iedereen een gezonde spanning heeft. Maar ja, als je wat jaren meeloopt, dan is nerveus misschien niet het goede woord. Ja, natuurlijk. Gezonde spanning. Ik heb er ook heel veel zin in om gewoon onze punten nu voor het voetlicht eindelijk te kunnen brengen voor de inwoner. En dat de inwoner eindelijk kan horen hoe de VVD erover denkt. We kunnen ook niet de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen. We zullen allemaal moeten doen wat binnen ons vermogen ligt. De echte politieke junkies volgen het debat ter plaatse. Maar deze wordt ook dagelijks uitgezonden op internet. En meer over de verkiezingen kunt u de komende weken terugvinden op onze website gldstemt.nl. Het is vandaag Wereldkankerdag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker op patiënten en hun omgeving. De Nijmeegse Deborah maakte samen met haar man een fotoserie over haar behandeltraject voor borstkanker.
Ik heb borstkanker gehad. In januari 2018 hebben wij de diagnose gekregen. Het is een best heel intensief traject geweest van een borstamputatie met daarna 15 bestralingen en 16 chemo's. Maar gelukkig na de amputatie was ik wel helemaal schoon. Alleen was het preventief om zo'n intensieve nabehandeling te doen vanwege een kleine uitzaaiing in de lymfeklier. Het hele behandeltraject is door Deborah en haar man op camera vastgelegd. De dag na de diagnose werden we wakker. Nou ja, ik werd niet wakker in die zin, want ik had niet echt geslapen. En ik was zelf heel emotioneel. En ik vroeg aan John, hoe is dit voor jou? En hij zei, we gaan het samen doen. Ik ga alles vastleggen, fotografisch. En daar werd ik heel blij van. Ik vond het heel fijn gevoel dat ik merkte dat ik in dat opzicht ook mezelf bleef. En dat ondanks alle heftigheid we zijn eigen vorm konden gaan geven aan het traject. Ik wilde dat, ik denk in eerste instantie ook om mezelf gauw vast te geven. En ik vond het heel fijn om te zien dat de emoties die er heersten en de dingen waarvan ik weet dat ze heel moeilijk op beeld te pakken zijn, dat die wel ontstonden. En dat geeft dan ook weer voldoening. De foto's zijn te zien in het Mariekehuis in Nijmegen. Een ontmoetingsplek voor iedereen die is geraakt door kanker. Klein beetje die kant op, denk ik. Ik ben heel blij dat de foto's hier nu hangen. En ik vind het heel bijzonder om ons verhaal te delen. Want ik denk dat het daarom gaat. Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier. Ieder heeft daar zijn eigen verhaal in. En dit is ons verhaal. Een manier om zo'n periode te beleven. Straks de rozen voor Valentijnsdag worden een stuk duurder. Misschien een andere kleur dit jaar eens een keer. Niet alleen rood, maar er zijn ook hele mooie andere kleuren. En die kan je ook heel mooi ervoor gebruiken. De brand in een partycentrum in Drempt van afgelopen dinsdag ligt nog onder een vergrootglas. De politie is aan het bekijken of een groter onderzoek nodig is. Dinsdag sloegen de vlammen meters hoog uit het pand. Er gaan geruchten dat de brand in het partycentrum zou zijn aangestoken. Maar een woordvoerder van de politie ontkracht dit verhaal. Eigenaren van het partycentrum in Drempt hadden eerder ook al een ander partycentrum in Lol. Dat pand ging in oktober 2019 ook al in vlammen op. Een man uit Zaltbommel is gisteravond aangehouden na een wilde achtervolging door Nijmegen. Volgens de politie reed de auto op de A50 harder dan 200 km per uur. Agenten wilden de bestuurder laten stoppen, maar hij negeerde het stopteken. De politie ging er met meerdere voertuigen achteraan. Een van de politieauto's botste vol achter op de auto van de verdachte. Een agent raakte daarbij gewond. En NEC zal morgenavond tegen PEC Zwolle spelen zonder Wilfried Boni. De werkvergunning van de spits is namelijk nog niet rond. Mogelijk maakt hij zijn eerste speelminuten volgende week donderdag in het bekerduel thuis tegen Go Ahead Eagles. Vannacht komt ze als eerste Nederlandse in actie op de Olympische Winterspelen in Beijing. De 17-jarige Melissa Peperkamp uit Zelhem. Haar moeder zit thuis vol spanning voor de televisie. Terwijl Melissa in China voor haar beste prestatie ooit gaat, wordt er in de Achterhoek door vrijwilligers stug doorgewerkt aan het maken van mutsen. Mutsen die Melissa zelf ontwerpt en samen met haar moeder verkoopt om haar carrière te bekostigen. Ze heeft heel veel getraind in de sneeuw. Altijd betaald natuurlijk van ons eigen salaris. En op een duur dan moet je je spaarrekening gaan aanbreken. En dat... Nou, dat is eigenlijk niet wat we wilden, dus we hebben bij een Piette opgestart. Van één muts verkopen we nu tussen de 3.000 à 4.000 per jaar. Moeder en dochter deden vroeger alles samen. Maar nu Melissa bij het nationale team snowboard, is zij natuurlijk wel wat meer op afstand bezig met het werk. Wij hebben natuurlijk heel veel online contact. Eigenlijk alles wat we bedenken moet eerst wel langs haar. Nou, ze is niet altijd heel makkelijk. Nee. Maar het is heel fijn om met haar te werken. Het is natuurlijk sowieso heel fijn als je als moeder met je dochter kan samenwerken. Kan je geen zal of piste. Goed hè. Vannacht wordt er zeker niet gewerkt. Want dan ziet een trotse Rita haar Melissa op de Olympische Spelen. We hopen natuurlijk met z'n allen finale. Maar wat ze ook doet, het is allemaal goed. Ik bedoel, je bent 17 en je gaat naar de Olympische Spelen. Je start op de Olympische Spelen. Hoe cool is dat? En samen met de buren wordt er natuurlijk in stijl gejuicht. Als ze hier komen, krijgen ze allemaal een mooie oranje muts. Ja, op. En die hebben natuurlijk speciaal ontworpen, hè, voor de Olympische Spelen.
De 13-jarige Riley uit Apeldoorn doet mee aan The Voice Kids. Maar sinds de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenjacht staat haar deelname op losse schroeven. En toch is ze blij, want eindelijk mag ze het van de daken schreeuwen. Ik doe mee met The Voice Kids! Ik vind het wel fijn dat ik het nu wel eindelijk mag zeggen. Hoe leuk het is daar en dat je nieuwe mensen leert kennen en dat je beter wordt en zo. No, I can't take one more. Omdat niet duidelijk is of het programma nog wordt uitgezonden, mag Riley niet zeggen hoe ver ze komt in de talentenjacht. Maar oordeel zelf. Do you think you are running around leaving scars? Het leed van de slachtoffer staat natuurlijk voorop. En zolang het onderzoek loopt, mag ze niks over de gang van zaken bij de talentenjacht zeggen. Toch is de 13-jarige wel teleurgesteld dat haar kans om te schitteren op landelijke tv waarschijnlijk aan haar neus voorbij gaat. Heel jammer. Ja, ik had me er heel erg op verheugd dat zeg maar, iedereen het kon zien. En dat ik gewoon heel erg mijn best heb gedaan en dan gebeurt dit. Riley's droom is om net zo beroemd te worden als haar idolen Justin Bieber en Ariana Grande. Daarom neemt ze 12 uur in de week zangles en oefent ze nog eens 2 uur per dag. Ik wil het wel echt perfect hebben, zeg maar. Ik voel me vrij en ik ben altijd blij als ik zing. Als je nu al zo jong bent en dit kunt, dan voorspel ik dat de rest van de jaren alleen nog maar heel veel moois in petto heeft voor haar. The Voice of niet, Riley trekt nu haar eigen plan. Ik ga auditie doen voor Junior Songfestival, ga ik proberen. En ik heb auditie gedaan voor Musical Miss Kees. Alsnog ben ik wel trots dat ik heel erg ver ben gekomen, want niet ieder kind kan op zo'n podium staan. Er zijn te weinig rozen. Wie dus een roos wil kopen voor Valentijnsdag, moet rekening houden met hogere prijzen. Dat zegt de directeur van bloemenveiling Plantion in Ede. Het is spannend met de rozen dit jaar met Valentijn. En dat komt onder andere door de aanvoer vanuit Afrika. Er komen veel rozen uit Afrika en Nederland. En er zijn passagiersvluchten en in de passagiersvluchten worden rozen meegenomen. Maar dit jaar dus veel minder door de coronaperikelen. Daarbovenop komt ook nog eens de hoge energierekening voor onze eigen rozenkwekers. Een aantal rozenkwekers in Nederland die hebben besloten in november om een gaskraan terug te draaien. En dat betekent dat die rozen in rust komen. En die komen weer in productie eind maart, begin april, zo heel langzaamaan. En dat betekent dat er gewoon minder rozen zijn dit jaar. Dus een tip voor wie rozen wil kopen op Valentijnsdag. Op tijd erbij zijn. En misschien een andere kleur dit jaar eens een keer. Niet alleen rood, maar er zijn ook hele mooie andere kleuren. En die kan je ook heel mooi ervoor gebruiken. En dan kijken we nog even naar het weerbericht. Vanavond kan er een enkele bui met hagel vallen. Vannacht blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden. Morgen schijnt de zon en zo nu en dan ook nog wat bewolking in de middag. Het wordt dan een graad of 7. Kijken we nog heel even vooruit. Zondag verloopt de grijs en nat. Temperaturen blijft hangen op zo'n 9 graden. Na het weekend blijft het bewolkt, maar droog. En straks na de reclame niet de Week van Gelderland, maar de eerste aflevering van Gelderland Stemt met Inge de Jager. En Inge, ja, deze week staan jullie in Ede, toch? Ja, dat klopt, Jasper. Ze zijn in Ede. Want over een kleine 6 weken dan mogen we weer met z'n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En wij trekken met het programma Gelderland Stemt de komende weken door onze provincie. En je zei het al, vandaag trappen we af in Ede. En dat doen we met een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. De energietransitie. We hebben het jongste en het oudste raadslid uit onze provincie aan tafel. We hebben een column van Peter van der Heijden en er is muziek. Dus heel graag, tot zo. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u alvast een fijn weekend en graag tot morgen.